Elke verkiezingscampagne komt het wel een keer voorbij. De moeder van alle tv-debatten. Kennedy versus Nixon. En het verhaal dat er altijd bij verteld wordt, de mythe is... Kennedy deed het zoveel beter bij de tv-kijker... terwijl Nixon het vooral goed deed bij de radioluisteraars. Ik heb zojuist het debat eens een keer teruggekeken... en er vallen een paar dingen op. Eerste plaats, het is het tijdperk van zwart-wit tv. Bij tweede plek, het is eigenlijk een saai debat... 8 minuten krijgt Kennedy om zijn verhaal te houden. Dat heeft hij goed voorbereid. En dan vertelt hij over Amerika en de vrijheid van Amerika die verdedigd moet worden. Daarna mag Nixon. 8 minuten. Nixon zit wel duidelijk in de verdediging. Hij legt uit dat de plannen van de regering zo goed waren. Maar ze reageren nauwelijks op elkaar en er zijn weinig verschillen te ontdekken. Nixon verspreekt zich 1 keer en heeft aan het einde van zijn statement hier een druppeltje zweet op zijn kin. Maar om nu te zeggen dat die verschillen zo groot zijn dat je duidelijk kan zien dat de een of de ander wint, dat is wat overdreven. Het onderzoek waar er naar verwezen wordt is het volgende. Daarin wordt gezegd dat 30% van de tv-kijkers Kennedy aanwijst als de winnaar. Maar 29% van de tv-kijkers wijst Nixon aan als winnaar. 70 miljoen mensen keken, 1% verschil. Dat is niet zo heel groot. Bij de radio, daar is het verschil groter. 49% wijst Nixon aan als winnaar en 21% wijst Kennedy aan als winnaar. De verschillen zijn niet zo groot buiten dat radiogedeelte. Ik denk dat het veel logischer is dat progressief Amerika in 1960 een tv had en daarnaar keek. En zich herkende in de progressieve ideeën van Kennedy. Conservatief Amerika zat thuis, luisterde naar de radio en herkende zich veel meer in de conservatieve ideeën van Nixon. Je zou kunnen zeggen, this myth is busted. Want als je het debat terugkijkt, zijn daar geen grote verschillen te ontdekken.